slechte staat van de panelen een onmogelijke opgave. Een restauratie was onvermijdelijk. Het museum beschikte echter niet over voldoende budget om dit te realiseren. Maar bijzonder snel wist Wim de Boer de deelgemeente warm te maken voor dit bijzondere project. Samen met de kerkmeester Reinhold de Roos is er toen een daadkrachtige project opgevormd. Deze samenwerking en de bijdrage van de deelgemeente Schaar, het Historisch Museum Rotterdam en van enkele fondsen maakte het uiteindelijk mogelijk om het plan daadwerkelijk te realiseren. Aan het eind van 2009